Scharrelkippen zaten volgens de organisatie dagenlang opgesloten in kooien, waarin dode, zieke en gewonde dieren werden gefilmd. Scharreleieren zijn absoluut niet diervriendelijk, aldus Animal Rights. De beelden werden geschoten bij BVB Apiverung in Wingene, waar volgens de dierenrechtenorganisatie 130.000 leghennen gehouden worden voor de productie van scharreleieren. Die worden verwerkt in bijvoorbeeld koekjes of mayonaise, of ze worden als verse scharreleieren verkocht in de supermarkt. In het West-Vlaamse bedrijf dat al op de vingers was getikt door de inspectie dierenwelzijn, trof de dieren rechtenorganisatie de scharrelkippen aan in gesloten kooien, besmeurd met hun uitwerpselen. Dode kippen lagen te ontbinden tussen de levende dieren. Er waren kaalgepikte, zieke en gewonde kippen, maar Animal Rights viseert niet specifiek Apiverung. We vermoeden dat de problematiek in de hele sector dezelfde is, zegt voorzitter Nadine Lucas. Men wil met zo weinig mogelijk kosten zoveel mogelijk produceren en dat gaat ten koste van het welzijn en de gezondheid van de dieren. We willen mensen ervan bewust maken hoe misleidend de term scharrelij is, aldus nog de voorzitter. Consumenten hebben het recht om te weten op welke manier het voedsel dat te koop ligt in de supermarkten geproduceerd wordt. De dierenrechtenorganisatie pleit ervoor geen eieren meer te consumeren. Er zijn genoeg plantaardige vervangers, luidt het. Midden september liet Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weidt zijn vee aan slachthuis van de groep Verbist in Isegem sluiten na undercoverbeelden van Animal Rights. Twee weken later mocht het onder streng toezicht de deuren weer openen. Nog eerder was het exportslachthuis in Tielt in opspraak gekomen.